Opgave 9. In opgave 9 moet je zelf gebruik maken van voorvoegsels. Ik doe opgave D voor. 2,36 keer 10 tot de zevende watt. Nou, de bedoeling is dat je die 10 tot de zevende vervangt door het voorvoegsel. Maar 10 tot de zevende heeft geen eigen naam gekregen. Wat je dan doet is de eerstvolgende opzoeken in de tabel die erboven of eronder ligt. Dat maakt niet zoveel uit. Ik kies ervoor om de mega te gebruiken, 10 tot de zesde. Dit mag ik straks vervangen door mega. Maar dit getal is nu wel veranderd. Ik had 10 tot de zevende, ik ga naar 10 tot de zesde. Als ik dit erachter schrijf, heb ik aan de grootte van het getal helemaal niks veranderd. Want 10 tot de zesde keer 10 tot de eerste is samen 10 tot de zevende. Bij een vermenigvuldiging tellen machten op 6 plus 1. De eenheid was watt. Dit mag je nu vervangen door mega, de hoofdletter M. En het getal neem je samen. Er staat nu 2,36 keer 10 tot de eerste megawatt. 10 tot de zesde is de mega. Opgave C. 1,85 keer 10 tot de min 8ste meter is. Ik kies nu om naar nano te gaan, 10 tot de min 9e. 1,85 keer 10 tot de min 9e. Wat moet ik nu doen met deze macht van 10? Wat staat hier? Zodat deze combinatie 10 tot de min 8ste geeft. Ik moet hier plus 1 opschrijven. Want min 9 plus 1 is min 8. De eenheid was meter. En nu mag ik het voorvoegsel gebruiken. Hier ga ik nano voor schrijven. Die 10 tot de eerste, die schuif ik naar het getal. Nanometer, 10 tot de min 9e. Je zou ook voor de micro kunnen kiezen. Dat is 10 tot de min 6e. Dan doe je het op deze manier. 10 tot de min 6e. Wat moet ik doen om 10 tot de min 8e te krijgen? Vermenigvuldigen met 10 tot de min 2e, want min 6 plus min 2 is min 8. Ik vervang de 10 tot de min 6e door de micro. En 10 tot de min 2e blijft bij het getal. Micro is een uurtje met een slurfje eraan. Deze 10 tot de min 6e is de micro.